Is koffie. Is goed. Kun je nog koffie kopen? Ik wil koffie.nl. Wat een uitstekende sticker. Ziet er goed uit. Sticker. Wil je nog een? Wil je zelf ook een? Ja, doe, geef mij ook maar een stickertje. Zullen we hem op deze stoel plakken en dan degene die... Niemand is in vertrek al drie. Maakt niet uit. Kom, oké. Okay. Plak op die stoel. Heb je hem los? Ja, het is goed. Een beetje... Kijk, het is een goede kwaliteit sticker, maar daar komen ze gaan een beetje lastig los. Maakt niet uit. Oké, mensen, ben je nou in vertrek hal 3 op Schiphol en zie je die sticker? Maak een foto van die sticker. Als je die foto stuurt met naar ons. Met je eigen kopje erop, hè? Oh ja, met je eigen kopje erbij. Als je die foto stuurt naar ons via Twitter of Instagram, zonder een profiel met storytje, dan zien we het niet. Dan win je 20 euro Xbox of PlayStation te goed. Oh. Tel uit je winst. En het is legit dit gewoon, hè? We zijn hier. Moet je wel toevallig hier zijn, maar als je pa toevallig hier komt en dan maak je een foto van, mag ook. Ja, is ook goed. Oké. Wat we vandaag gaan doen, Matt en ik, zeg maar iedereen gaat naar Londen vandaag om voor EA leuk te spelen en zo, hartstikke leuk. Dat gaan we ook doen, maar wij gaan eerst naar Stoke. Of all places. Ja, sorry, ik ben echt aan het pulken. Oh, echt aan het pulken. We gaan dus naar Stoke. En wat gaan we daar doen? De wedstrijd Stoke City, Manchester United, mogen we heen voor top 11. Fucking sick. In de VIP-box. We moesten zelf nette kleren mee. Die hebben we nog niet aan, uiteraard. Want zo net zien we nog niet. Rond even op. Ik wil dat off-white logo afplakken. Nee. Lekker op. Nou, weg met je kutsticker. Pak maar even op je voorhoofd. Je zegt hier dat ik niks doe voor ik had het goed. Ik loop er zo bij de hele dag. Ja, echt, je weet geen respect. Man, reclame. In ieder geval, ja, ik ga eens even vloggen hoe het is in zo'n VIP-box die wedstrijd. En hartstikke leuk. En, daarna gaan we naar Londen, hè? Daarna gaan we naar Londen, maar daar ga ik niet opnemen. We zitten op stoel 1C. Maar in ieder geval, ja, hartstikke leuk. Doei. Yo mensen, we van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik wel wat leuks. Ik ben namelijk een tijdje geleden met Matty voor top 11 naar Stoke geweest. En we zijn naar de wedstrijd Stoke City tegen Manchester United geweest. En was echt top. Dus ik zei, we waren hier voor top 11. Maar dit is geen gesponsorde video. Nou ja, we zijn wel gratis daarheen gevlogen en alles. Maar ik krijg er geen geld voor. Wil je het spel nu spelen? Staat linkje in de beschrijving. En ik hoef er niet eens een video van ze te maken. Maar dat vond ik wel zo netjes. Aangezien ze wel deze kans hadden geboden dat we erheen konden. Helemaal tof. In ieder geval, ik wens je veel plezier. En ja, doe een duimpje omhoog. Doei. Kom, 303, is dat geluksgetal? Ja. Mannetje. Wat was er nou druk? Hij was 313, hè? Ik heb de kamer niet gezien. We hebben 2 1-punt kamer, dus heel groot zou het niet zijn. Dat valt best wel mee. Oh! Kijk, hey, jij zit net op de grappen met die strijkijzer. Oh, what the fuck? Zeg, doe je even striker? Je hebt tegenlicht, je video lijkt op die van Mark nu. Echt? Ja. Zal ik even de douche kijken? Ja, ook. Okay. Oh, dit is prima douchen. Dit is een goed douche gewoon. Goed douche. Uitstekend. Blij mee. Sop. Sop. Dan gaan we naar jouw kamer. Oh, ik hoop zo dat jij geen strijkijzer hebt. Ik wil 10 euro als jij mijn strijkijzer hebt. Heet die strijkijzer? Nee. Kijk man, ik heb er eentje. Klote. Dit is gewoon letterlijk. Oh. Dit is eigenlijk een duplicate dit. Gast. Dit is een duplicate glitch. Mijn kamer is precies hetzelfde. En mensen denken waarschijnlijk, dit is precies dezelfde kamer. Ja. Gaat je douche het ook precies hetzelfde? Pik, dit is letterlijk. Ik heb er 1 op 1 gekopieerd gewoon. Nou, fijn. Gaan we even strijken? Ja, ga even strijken. Ga nu even strijken dan. Nee, ik ga even kijken of die nog een beetje niet gekleurd is. Oké. Ja, dit kan niet hoor. Nee, dit kan wel. Dit kan niet hoor. Dit kan zeker wel. Dit kan gewoon. Heb je er ook een zonnekreukel? Dit is echt voor zakenmensen dit, hè? Ja, voor zakenmensen is Stoke. Prachtig uitzicht. Dit is best wel zo'n zakenstad, denk je dat niet? Ja, dit is mooi. Dit, kijk. Is niet lelijk, hè? Ziet er niet uit, maar wat wil je in Stoke? Oké, mensen, wij gaan nu even omkleden. Nee, niet waar. Maar wij gaan nu een rondlijn krijgen in het Stoke Stadion, dus we zijn zo terug. Doei! Oké, Matty, vandaag niet erg goed gespeeld natuurlijk. Nee, zeker niet. Ik ben gewoon gewisseld na 5 minuten. Nee, ik weet ook niet waarom. Onterecht. Het ziet er echt totaal niet uit. Je denkt echt dat het heel profi is, maar kijk waar ze staan naar de game. Het lijkt gewoon zo, met een goede camera en dan zo, lijkt het gewoon best wel goed en echt. Als je dan, als ik een paar stappen naar achter doe, dan zie je dat het gewoon een van de hoekjes. We waren net bij het media ding, hè, Matt? En het was, ja. Het was zo'n kamer, heel klein perskamer. Eigenlijk precies zelfs bij Feyenoord. Ja, eigenlijk wel. Dus echt in de stoelen. Ik vind het wel raar dat het zo klein is. Maar het gekke, het enige mooie aan de land is gewoon die sfeer als de wedstrijd begon is. De rest gaat er allemaal bouwen. Volgens mij zijn die kleedkamers fucking mooi. Gaan we nu gaan zien? Even zien. Maar de kleedkamer is ook niet lelijk hoor. Alleen de uitkamer. Ja, die uitkamer is echt om te janken. Je mag nooit thuis in, hè? Matt, denk jij dat het veld mag aan? Ik denk het niet. Dit is de kleedkamer. Ja, maar dan is huh? Waar is Bruno Martins? Hij zit er niet bij. Er is geen Bruno Martins. Bruno Martins is geïnteresseerd. Vind ik ze wel Zuma. Gast. Tracy, ik heb hem. Legend. Ik heb Rumors in de shirt aangeraakt. Yes. Ik Piet dus ook. Yeah. Ja, maar die is van PS4. We don't care about him. Matt, dit zijn de schoenen van Bruno Mars in. Dit is echt maat 150, gast. Kijk die schoenen. Kijk die schoenen van Kruis. Ongekend. Dat is echt maat 150 gewoon. Dit kan toch niet. Ik durf ze niet aanraken. Ze hebben gewoon een bad. Maar letterlijk een bad. En dan vier. Kijk wat het doet. Gast. Dit is fucking
fucking skeer, gast. Dit is ongekend. Tef, ze hebben zoveel geld, deze club. Zeg maar, omdat ze ook een enorme sponsor hebben. Dat is Glenn Johnson. Back. Dat is van met 8. Maar in ieder geval, ze hebben zoveel geld, ze kopen gewoon alle spelers. En dan zit je op een houten bank. Daar begrijp ik dus echt geen reet van. Maar hoe kan dat? Geen idee, grap. Ongekend. Ja, we staan nu dus naast het veld, letterlijk. Echt, durf het aan te raken? Nee, durf het niet. Hij durft het niet. Ja, gaat lekker zelf. Kijk, hij zei van, het zijn, hoort bij de 10 rijke clubs van. Maar zonder van die kutchinezen en zo, die alles erin pompen. Sorry voor het kutchinees. Kun je arm op je voeten linken. Kutchinees. We hebben echt top lekker, echt top lekker. En dan hier zo die box. Lachen, man. Hey, zullen we even duimpje houden? Even duimpje? Ja, lekker man! Oké, mensen, wat is leuk is in Engeland, je kan hier dus letterlijk wedden op wedstrijden. Wat ik trouwens raar vind, de sponsor is Bet. Ja, vond ik ook raar. En je wed hier met een William Hill of zo. Begrijp waar gereed van? Nee. Oké, wat we gaan doen, je krijgt dus letterlijk een bedformulier. En ik heb dit nog nooit gedaan. Echt een fucking raar penny. Van William Hill, ja. Oké. En waar gaan we zo meteen doen? Waar heb je hem gespot? Hier, Martens Indy. Odds anytime, deze twee. En moet ik dan aankruisen of zo? Of moet ik een getal erin zetten? Hoe werkt het? 2 hours later. Eerste of laatste goal is een 66. En dat hij je überhaupt scoort is 22. Ja. Maar dat moet je dan gewoon aankruisen, denk ik. Zullen we dat doen? Ja. Een pennetje. Oké. Dit is spannend. Bruno Martens Indy. En dan 10 pond, dat is gewoon. Doen we. 13 euro gewoon. Als we die winnen, dan winnen we 230 pond. En zijn we gewoon helemaal binnen gewoon. Ja, wat gaan we dan doen met het geld? Dan kopen we 2 Bruno Mars Indie shirtjes. We gaan nooit meer... Oh mijn god. We gaan gewoon nooit meer werken. Dan kunnen we 2 Bruno Mars Indie shirtjes kopen. Okay. Ik heb per ongeluk ingezoomd. Nee. Op je hoofd. Martin, hoe vaak maak je dit mee? Ja, ja. Nou, dit is toch mooi. Oké. Okay. Dan mogen jullie op het gras komen. Dank u. Thank you. Mooi. Zo, mooi shot. Mooi pik. Mooi. Ik heb Bruno gezien. Wat zei je? Hij zei tegen mij, hoe komen jullie nou hier? What the fuck doe je in Stoke? Ga lekker naar Nederland. Nee, hij zei wel echt van, what the fuck doe je hier? Ja, letterlijk. Maar hij is echt een troll gewoon. Hij zei, oké. Oh, Nederlands. Oh, we moeten het houden. We hebben echt fucking lekker geuze soort tortilla ding. Ik heb geen idee of jullie mij horen. Zit mijn mond op, is echt helemaal vies. Heel. In ieder geval, ze zijn nu aan het warm lopen. We moeten nog een half uurtje. En dan gaat best wel de dus tot nu toe echt fucking tof. Want we hebben Bruno Martens Indy ontmoet, een fotootje meegemaakt. Echt een top gast. Genieten, echt genieten. En we hebben nog andere spelers erbij zien. En misschien komen we straks ook nog bij in de catacombes waar we gaan staan. Met alle spelers langslopen. En dan zie je ook veel spelers Pogba en zo. Als het goed is. Nou kijk, ik vind Pogba eigenlijk gewoon een kutvoetballer. Maar hij stond wel van baas, weet je wel. Dus ja, let's go. Matty, fucking spelen. Gast, kijk nou. Blind zit ook nog eens op de bank. En Ramadan ook. Substitute Bruno Martens. Zit hij gewoon op de bank? Diertje naar de tering. Kloten. En waarom ben jij zo vaag? Hey! Zo'n vaag persoon. Gaf hij genaaid. Wel lekker broodjes. Lekker. Oh, vind je fijn. Minutes later. Hey, Matt is 1-1. Ik heb geen idee. What the fuck? Oh mijn god, jongens. Matt is in hier ingekomen, man. Gaat het doen. Yes. Ja, man. Uitspel. En de punten. Uitspel. Lekker, high five! Fijn, je hebt gewonnen! Yes! En stoken blijft! Later! Hey!
Echt moe, ik ben heel onder de kloot. Ik ben heel onder de pestkleur. Mensen, de pestkleur. Bedankt voor het kijken. Ik ben echt moe, maar ja, het was wel hartstikke leuk. Het was echt top. Bedankt aan Top 11. Duimpje omhoog voor jullie. Doe een duimpje omhoog en wij gaan slapen. Doei. Ik wil het goed stikken. Oh, gast. Jij hebt de echte sticker, hooligan. Dit kan echt niet, hè? Dit kan echt niet. Nee, ongekend. Het is keihard, kijk hoe wet het is. Kijk, de chick praat niet. Dit is ook niet vet. Ben je nou toevallig in Stoke? Geen idee wat je daar doet. En je ziet deze sticker, dan ben je 20 euro PlayStation op Xbox te goed. Dit is letterlijk abuse gewoon, hè. Abuse, there's no excuse. Ik ben goed.